Goedemiddag, 4 maart. Dus uh, boodschappen. We. Die net geweest, ze zijn net weg. Maar we hebben een iets kleinere hol. Omdat we het eigenlijk in tweeën gaan delen. Dit zijn de, zeg maar, wat meer houdbare deel-diepvries. Kijk, poes. Asrel. Asrel, ja, hi. Hoi. Nog een poes. Kleine poes. Grote poes. Um, en morgen halen we de rest. Ga jij ja, eens hier weg. Kom eens op. Kom eens op. Ga eens weg. Uh, bij de Lidl. Dus dat worden dan de vers dingen. Dus hier is het verder niet echt vers tussen. We beginnen even bij de Diepvries. Rusty rondjes. Naturel. Die hebben we van de week gegeten. Die waren echt heel lekker. Dus ik heb ze ook met beken en ui gekocht. Zo staan hier nog op pan, Maar die schoon uh, wafels om te frituren en wedjes met schil. Dan heb ik een hele grote basmati rijst, taco schelpen. Mijn dikke buik, blubt De magnetron aan. Uh, puree, ja, dat gebruik ik niet heel vaak, maar meer om puree aan te lengen. Uh, Tagatelle saus en dan heb ik hier risotto rijst, paella rijst en ook basmati rijst, maar dan met extra vezels. Uh, knakworst. Spersiebonen. Appelmoes, witte boon, tomatensaus, wortelen. Krootjes. Even opzij. Boerenkool, rode kool. Spruiten en... Uh, ertjes en wortelen. En dan heb ik goulash soep. Wat is dat? Tomatensoep. Champignonsoep en tomatencremsoep. Hier heb ik twee smaken aardappel anders. Ik vind dat erg lekker. Als ik een keer een makkelijke dag heb. Of als Dennis het moet doen. Chicken tonight vinden Dennis en Wessel lekker. Mayonaise, knoflook, saus en mosterd. Twee keer latte opschuimmelk voor Wessel. Drie grote flessen koffiemelk voor mij. Dan heb ik: Jellypudding en Kloppudding. Framboze en aardbei, wilde. Caramelized peercake. Safraan voor de risotto. Robijntje. Drywash spray. Ik weet niet, dit is nieuw, maar dit was dan in de aanbieding 2 voor 1. Uh, en gratis verzenden of gratis leveren. Uh, Tex-Mex, deze smelt heel goed. Kalkoenspek, heel lekker. Wesse wilde pancakes en pancakes met banaan. American colesla, die pasta die hoorde hier al. Turkse pizza's. Ik heb uit de Friese Italiaanse roerbak. Aardappelpuree. Boter. En de rest is allemaal gewoon drinken. Dus, dit is dan de Swaps blikjes. Dan hebben we hier wat Spa. In verschillende smaken: Grapefruit, Citroen, Bosbessen, Orange. Nou, van alles. Zes flesje cola voor mij: Spa fruit, Fanta, Fanta kassus, ijsthee, IJstee green voor Wessel. In lemon en gewoon, Kristelkleer. Nou, wat is dit? Fa exotic. Dat vind Wessel lekker. Daar zie ik nog pommelo, Spa grapefruit. Nou ja, van alles. Hier acht flessen Spa rood voor Dennis. Wessel drinkt het niet. Wessel wilde de finesse, maar die heb ik niet gehad. Ik denk dat ik die vergeten ben te bestellen. Um, en nog kristal En dan denk ik dat dit. Oh ja, dit is de cherry. Die vindt Dennis ook erg lekker. En dit is dan de grapefruit. Die vindt Wesse ook erg lekker. Deze hierachter. Dat zijn mijn <gif>, vitaminepreparaten. Um, en dat is het eigenlijk. Dit valt echt reuze mee. Dit was uh, 188 euro. Um, dat is best wel veel geld. Maar dit zijn de dingen die we echt van een merk willen. En dus niet. Morgen bij de Lidl vandaan willen halen. Dus dan maak ik morgen nog een half van de Lidl. En dan um, um, laat ik die ook zien. En dan kunnen we zien wat we dan voor de maand maart aan boodschappen gaan uitgeven. Um, het gaat goed. We geven echt minder geld uit met één keer per maand. En tussendoor kopen we dan eigenlijk alleen maar brood. Uh, hebben we wel besloten om per deze maand ook de bonnetjes bij te houden, zodat we het niet bij benadering hoeven te zeggen, maar gewoon echt kunnen zeggen van we zijn zoveel kwijt geweest aan boodschappen. Dit was in ieder geval 188 euro. Um, dus ja, nou, morgen verder.